De Dataloog is de Nederlandse dialoog over Big Data, Data Science, Machine Learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten rondetafelgesprekken, diepte-interviews, toekomstverkenningen, mini-colleges over machine learning en verhalen van ervaringsdeskundigen. Welkom bij Dataloog nummer 30 alweer, een rond getal. En we gaan vandaag verder in de serie over ja, AI transparency: De markt, de impact op de samenleving en alles wat je eigenlijk als burger zou moeten weten over AI. Uh, want het gaat je namelijk gewoon aan. En we zitten vandaag bij het Ratenau Instituut met Melanie Peters, de directrice daarvan. Welkom, uh, Melanie. Hallo. Hallo. En aan de andere kant, ja, Lex. Ja, daar ben ik weer. Daar ja, ben je weer. Ja. Goed dat je er bent. Hoeveel is de, hoeveel is de opname doen vandaag? Hierin? Ja jongens, ja, voor de luisteraars, dit is de, dit is de tweede opname, want de Roadcaster Pro is er net mee gestopt. Gelukkig. Uh... 30, uh, oh, nummer 30 was het. Oh, je bedoelt de nummer 30? Ja. Van, ja. De, ja, sorry Lex. Ja, het is nummer 30, 30. van, uh, van Jeez, ja, 30 je uitzendingen van Dataloog. Nog maar net begonnen. Ja. En vorige week hadden we de Data Science Week ja. en vertel even over de luisteraars, geëxplodeerd. Geëxplodeerd, die, sch explodeert. die was schoten leuk, omhoog. Ja, dat is goed hè, dat is ontzettend ja. leuk. Ja. Um, bij het Rathenouw Instituut vandaag, Melanie Peters. Um, de mensen kennen het Ratenau Instituut waarschijnlijk niet zo goed. Um, kun je iets vertellen over jezelf en iets vertellen over het instituut? En, uh... en meneer Ratenau. Ja, wie was dat? Dan? Was het mevrouw Ratenau? Nee, het is meneer Ratenau. Willen jullie daar wat over zeggen? Ja, ja, graag. Ja. ja, en dat is eigenlijk een heel mooi verhaal, want uh, meneer Ratenau was de uh, directeur van het Natlab van Philips. Dat was het natuurkundig laboratorium van Philips, waar allerlei grote uitvindingen vandaan komen. Uh, en onder andere de personal computer. En meneer Ratenau was een heel breed georiënteerd mens. Hij was natuurkundige, maar hij was ook lid bijvoorbeeld van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En hij zag dat zo'n uh, uitvinding... Niet zomaar geaccepteerd zou worden. En hij zag ook dat dat heel veel werkloosheid kon veroorzaken. Want dat was al. het begin van de kantoorautomatisering. Ja, dat ja. Weten, weten, weten de meeste mensen nog wel heel goed. Weet je nog, 1979, de Punk en de grote werkloosheid in Engeland. Weet en jij dat uh, nog? Je? Je was het was nog niet geboren, Lex. Oh, maar. Oh, nou ja. vanaf 1980 dan kan ik meepraten. Mooie tijd was dat hè. Nou, toen, toen, nee, ik ja. nog, toen ik er nog niet ik was. Ik ja. uh, nou wij waren well, het was best wel d eigenlijk de muziek en. Uh, nou ja, de Pistols. Ja nou ja. dat was toch allemaal best Johnny wel heftig. Rotten ja, dat zeg maar is dus allemaal uh, helemaal niks. Zie je dat? Nee, ik uh, ik ga hooguit uit voor uh, uh, Venga Vengaboys dat is mijn tijd hè ja. Ja, ja. Dat ja. <laughs> Maar meneer Raat er nou hij is een, Het is uh, van oorsprong een Duitser. Hij uh, komt uit een heel beroemde familie uh, van de AEG wasmachines en andere oh. apparaten. Zijn oom was staatsman. Is een beroemde. Echt iedereen in Duitsland kent zijn oom. Die uh, is vermoord door de nazi's, maar heel belangrijk was voor de Tweede Wereldoorlog om de boel bij elkaar te houden in Duitsland. Dus iemand die uh, verschillende sferen verbond: industrie, politiek, was een politicus. De uitgangsscene uh, in roaring, uh, hè, de Roerige Jaren in Berlijn, waar hij uh, actief uh, aan deelnam. En uh, uit een Joodse familie ook. En, uh, hij... Maar hoe komt zijn naam op het instituut? Nou, ons, dat is de naam van de oom en zijn neefjes nadat nou, zijn oom is vermoord door de naties naar Nederland gekomen oh. en is hier voor de oorlog uh, dus ook gevlucht en uh, heeft bij uh, ja, ondergedoken geweest. En uh, heeft ja voor ons, wij denken, hè, die neefje heeft ook die, dat gevoel gehad van we moeten de boel bij elkaar houden. Dus in de jaren 60 van de vorige eeuw en de jaren zeventig, toen de milieubeweging opkwam, toen dacht hij niet dat is iets waar we niets mee moeten. Maar juist, hé, hey, daar moeten we naar luisteren. Dat zijn ontwikkelingen in de samenleving en die zijn van belang. En zo zag hij dus ook dat die nieuwe technologische ontwikkelingen moesten. Geabsorbeerd worden door de samenleving, dat daar tijd voor nodig was, bijscholing. En uh, dat zowel die technologie zich moet aanpassen aan de samenleving. als de samenleving de tijd moet hebben om zich aan te passen aan technologie. En een van zijn ideeën was om een instituut op te richten. dat zou kijken naar uh, ontwikkeling in wetenschap, technologie en innovatie. en de samenleving daarin zou meenemen, ook daar vragen bij zou stellen. Wat betekent dit voor de samenleving? En dat een bijzonder oog voor de politiek. Uh, omdat de politiek vaak de keuzes moet maken voor dat soort technologieën dan wel. Hè, als het gaat over bijvoorbeeld werkeloosheid, van uh, nou ja, hoe gaan we eigenlijk uh, fabrieken inrichten? Uh, en wat gebeurt er met de mensen die daarna geen werk meer hebben. Dus hij vond ook dat de politiek op tijd op de hoogte moest zijn. Niet even deskundig als de mensen die technologie ontwikkelen, maar wel in staat om de juiste keuzes te maken. En dat instituut, dat zijn wij geworden. Ja, dus je hebt ook de werkzaamheid van dit instituut uitgelegd in de zin van kijken wat er gebeurt in het speelveld en dat probeert te vertalen naar hey, politiek, dit zijn de gevolgen. En geven jullie ook advies aan politiek? Van nee, we moeten je moet je echt wel werken voor alle politieke partijen. Ja. Uh, en het gaat ons om uh, te laten zien waar politieke kwesties zitten. En vooral is het eigenlijk het overwinnen van de houding van veel politici van dat alles wat nu mis is in de samenleving opgelost kan worden door technologie. Dat is natuurlijk niet zo. Niet alle armoede en ellende is weg. of alle eenzaamheid als we, als we maar technologie hebben. Aan de andere kant is het ook niet zo dat technologie verantwoordelijk is voor alles wat nu misgaat in de samenleving. Ja. Het is ook niet zo dat we ongelijkheid hebben omdat er technologie is. Maar die technologie verandert voortdurend hoe we met elkaar omgaan en wat die machtsverhoudingen zijn. En daar kunnen wij op wijzen, zonder dat we zeggen, nou, er moet meer geld daarheen of je moet dit doen. Kijk, dit verandert, daar hebben jullie een rol. Duidelijk. Hey, en, uh, explosief hè? stijgen de technische mogelijkheden, capabilities. Uh, vroeger was het de faxmachine en nu is het, uh, nou noem het maar op, van blockchain, AI, tot aan robotics en noem maar op. Wie, wie bepaalt binnen het instituut waar jullie nu eens even in duiken en, 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 en kan je ook vertellen hoe dat werkt en richting de politiek, hoe dat, hoe dat ja, eigenlijk vormgegeven wordt? We maken een werkprogramma voor twee jaar en dan kijken we eigenlijk vooruit van wat is er nu de komende twee jaar relevant en voorbij die twee jaar. Wat, wat zouden we nu moeten onderzoeken om na die twee jaar weer uh, ja, eigenlijk te weten? Uh, wat er aan de hand is dat mogen we zelf doen en dat heeft te maken met dat als je mensen zou gaan vragen van uh, wilt u dit ja, een bekende voorbeeld is dat van Ford hè, die vroeg aan mensen van uh, wilt u een auto zijn de mensen nee ik heb liever een snellere koets het is heel moeilijk om je voor te stellen wat voor uh, belang een bepaalde technologie gaat hebben dus we hebben die vrijheid gekregen maar we doen dat natuurlijk door allerlei mensen continu te interviewen en ook door op 30 jaar ervaring uh, voor te bouwen maar we kiezen voor de komende twee jaar, dus een aantal aandachtspunten waar we van denken: dit gaat nu spelen. En hoe en dat zijn? Nou, dat is die digitale samenleving, ja. die algoritme, maar daarbij ook de veranderende geopolitiek. Eigenlijk uh, de nadruk die er weer komt op onderzoek voor defensie. Een tijd lang hè, hoorde je daar veel minder uh, over. Maar ook vragen over, uh, het, niet per se digitaal, maar ook wel mogelijk gemaakt door te digitale technologieën, zoals het ingrijpen in DNA van de mens. En uh, dat zijn kwesties waar heel verschillend over gedacht kan worden en die heel verstrekkende gevolgen hebben tot in verdere generaties. En uh, ja, waar technologie het wel makkelijker maakt om dat te doen, waardoor we telkens opnieuw dat debat moeten hebben. Helder. Lekker, we gaan naar data -nieuws. het datanieuws. Het datanieuws van de week. Zo. Hoi, Hoi, ik, zie, ja, ik zie steeds meer platformen ontstaan. Uh, ja, jij, jij, overal waar jij kijkt zie jij platformen, hè? Ja. ja, ja. En dat is jouw visie ook. Hè? Nou ja, nou nee, dat is niet mijn visie. Nee, maar ik uh, las uh, dat ja. uh, Salesforce behoorlijk aankoop had gedaan, een paar, uh, volgens mij miljarden, van uh, Tableau. Uh, Tableau, uh, die uh, visualisatieprogramma, wat steeds meer richting data analytics gaat. En, en Salesforce die heeft met uh, Einstein uh, en ook een AI-machine. Dus je en ziet. Salesforce is CRM, hè? Ja, Salesforce is uh, CRM. Uh, ja, en dan uh, lees je het artikel, uh, Google die heeft Looker vorige week uh, gekocht, dat gaat ook over miljarden. Looker is een uh, heel groot dataplatform met allerlei relevante data of uh, verschillende verticals. Uh, dus, uh, en, en daar komen ook uh, samenwerking Microsoft Oracle. En uh, er is ontzettend veel beweging in de markt om maar mensen te binden en alles dat te kunnen geven. Een one-stop-shop, laat ik het maar zeggen. Uh, waarbij ik het ook weer interessant vind... want het niveau van mensen die dat gebruikt... die zullen toch versie 1.0... en wil je dan meer tableau-achtig... Uh... Maar je ziet wel die trend. Uh, is het dan zo dat je het tableau... zometeen niet meer kunt kopen als losstaand product... maar alleen maar geïntegreerd in Salesforce? Ik heb ook... geen flauw idee. Nee, maar dat draagt dan wel weer af. Dat is wel echt een typisch product... dat mijn studenten ook gebruiken namelijk. Ja. ja. Um, nou, Ik had ook een datanieuwtje. Jo. Uh, ja, joh. Uh, je, je, een tweetje van Marleen Stikker. De directrice van de Waag Society... Die, die, die was boos en terecht. En de Waag society. Die, uh, ja, de Waag society. kijk door jou even naar, uh, Melanie. Die doen toch ook impactstudies op de samenleving? Ja, zij zijn veel minder een onderzoeksinstituut, zou ik zeggen. Ze onderzoeken heel vaak door te ervaren, door mensen erbij te betrekken. Uh, ja, doen dat ook vaak op kunstzinnige manier, uh, door manifestaties. Dus het is heel veel gericht ook op bewustwording uh, voor aan burgers, uh, ah, ja. maar die was Burger. boos. Ja. Die was boos op de ING, want de ING oh. die heeft dus nou, de website van de ING daar staan wel reclames voor producten van de ING zelf op. En wat de ING nu bedacht heeft, niet gek, maar mag niet, uh, is dat je als klant gepersonaliseerde advertenties krijgt op basis van jouw banktransacties, zodat jij als jij bijvoorbeeld een schuurtje maakt. Uh, en dat kan, de, dat kan de ING dan zien aan de hand dat je drie keer naar de Horenbach geweest bent. Dat de ING dan zegt, joh, wil je je hypotheek verhogen." Hoe oh, weet je dat ik drie keer bij de Horenbach ben geweest? Dat weet de ING toch? Oh. Maar ook een platform dus. Ja, ja maar het punt was dus, dat waar ze boos over was, dat je dus een opt-out moet doen hierop. Dus je krijgt standaard, krijg je dus die advertentie te zien. Weet je dat? Maar eigenlijk gebruiken ze dus jouw data daarvoor want jij genereert zelf de data met de banktransacties en de hmm. bank is eigenlijk een, nou, als platform een beheerder van jouw data en je moet het dus op de auto, je moet het dus standaard aanzetten en volgens mij Melanie dat mag niet hè? Ja, de bank doet dit natuurlijk omdat ze nieuwe producten willen ontwikkelen en op zich hè, vinden we dat altijd innovatie en dus hopen we dat dat goed is, maar er zit hier een ongelijkheid in. Je kunt geen zaken doen met de bank zonder. Gegevens uh, af te staan. En uh, eigenlijk he, mag de bank niet op basis daarvan uh, jouw nieuwe producten aanbieden. Ik denk zelfs dat dat gewoon heel ouderwets koppelverkoop is. Maar in de datawereld zijn we vaak aan het zoeken naar die parallellen met wat we al kennen he, uit de offline wereld. Maar dit zijn dingen die eigenlijk daarom twittert zij ook he, het niet fatsoenlijk zijn. Dit is niet wat we verwachten in deze markten. En wat gaat de politiek nou doen? Nou, we, wat wij ook heel veel doen is uh, die parallel zoeken, hè, de offline wereld en de online wereld. Uh, allerlei nieuwe toepassingen die zich voordoen als heel erg nieuw. Maar hoe nieuw zijn ze nou eigenlijk? Waar vallen ze onder? Onder welke categorie? En dan zie je dat we heel veel wetgeving al hebben op heel veel uh, nou, aspecten. Ja, of uh, welke markt het dan ook mag zijn. Uh, en die kunnen we ook van toepassing verklaren, maar we hebben die een tijdje niet van toepassing verklaard, want vonden we dat dat innovatie stimuleerde. Maar ondertussen, en dat laat ons onderzoek zien, wel onze eigen rechten ondermijnt. En heb je over innovatie? Heb je dan? Heb je het over de kleine mkb'ers die hier om de hoek leuke dingen bedenken? Of praten we dan over de grote reuzen in Amerika die onze wereld, onze wereld overnemen, als het ware? Nou, idealiter uh, vinden we dat innovatie plaatsvindt zodat er telkens uitdagers zijn en dat we daar allemaal dan ook de vruchten van plukken, omdat er ook hele nieuwe dingen uh, gaan ontstaan die eerder niet konden ontstaan. Wat we in de praktijk zien, is dat uh, die uitdagers, als het ze lukt, vaak worden overgenomen, juist weer door die zelfde platformen. Dus uh, dat heeft te maken met uh, het kapitaal hebben om door te starten. Maar uh, ja, die platformen zijn ook zo groot dat ze het zich kunnen veroorloven. Jij noemde net bedragen van miljarden. En dan is de vraag of we het over innovatie hebben of een schijninnovatie, omdat we het eigenlijk over enorme machtsconcentraties hebben wereldwijd. Maar die die, die golven die zijn er toch al eeuwenlang, hè? als je kijkt naar wat je zei, Forte. Overgenomen andere merken, de, de, die golven, die zie je continu natuurlijk uh, voorbij komen. Ja, maar wat nu gebeurt is hè, dat we naast die financiële transacties en die goederen, die fysieke goederen die van hand tot hand gaan. Hebben we het nu ook over die datawereld. En die datawereld die komt heel dichtbij. Dus er kan van jou een profiel gemaakt worden dat je bij de Hornbach was. Dat is nog vrij onschuldig. Hè, maar er kunnen allerlei profielen gemaakt worden. Dus het gaat juist om het combineren van allerlei gegevens over jou, maar misschien ook helemaal niet over jou, maar over je vriendengroep. En dan kan het ook gaan over uh, geaardheid of over uh, nee, religieuze voorkeuren, waar jij zelf niet van weet dat je in dat vakje gestopt bent. We waren bezig, hè, twee jaar onderzoek gedaan, en dan uh, komt er een, kan je dat vertellen? een rapport of een presentatie aan, aan de politiek, hoe werkt dat? Ja, wij doen natuurlijk als, als we gevraagd worden, hè, dan kunnen we leveren, ook kennis leveren uh, staande op die 30 jaar ervaring die we hebben. Maar we doen ook daar waar wij denken, hier is nieuw onderzoek nodig, doen we zelf onderzoek. Dat moet altijd een rapport zijn, omdat dat ook de manier is waarop we ons verantwoorden, waarin we netjes opschrijven wie hebben we allemaal gehoord. Wat Heel hebben stom is zo'n rapport, hoeveel bladzijden is dat Ja, op? dat kan wel 100 tot 200 bladzijden uh, en wie leest bevatten. Dat dan? De liefhebbers lezen dat natuurlijk en dat is niet onbelangrijk. Uh, maar we maken ook op basis daarvan uh, andere dingen die aanschouwelijker zijn uh, voor uh, Kamerleden of voor anderen die we daarmee informeren. En wie mag dat lezen? Iedereen mag dat lezen. Ik kan alles. Dat ook lezen. Ja, dat is natuurlijk uh, onderdeel. Maar zit er dan bij zo'n politieke partij een, een data-expert die, dat, die die 120 bladzijden gaat doornemen en dan een advies? Of hoe werkt dat? Nee, we maken zelf ook kortere presentaties hoor. We kunnen ze ook komen toelichten. We kunnen ook een hoorzitting organiseren waarin allerlei deskundigen hè, met verschillende meningen desnoods of verschillende belangen ook komen vertellen. Hun ervaringen komen delen. Als je vraagt over wie zit er in de Kamer, dan verwachten we natuurlijk niet dat Kamerleden deskundigen zijn, daar zijn ze ook niet om gekozen. Mm -hmm. Dus uh, ze hebben wel assistenten, maar ook die assistenten zijn ja niet daar en moeten vaak van allerlei markten thuis zijn. Dus we verwachten vooral dat Kamerleden de goede vragen kunnen stellen, namens ons allemaal, burgers. Dus dat ze voldoende geïnformeerd zijn om de goede vragen. Maar kan, kan je zo'n traject wat afgerond is, hè, dus wat laat ik maar even zeggen drie jaar geleden gestart is, met een beetje een onderwerp wat in data en AI, kan, kan je dat eens noemen hoe dat gelopen is en wat daar nu van terecht is gekomen? Ja dat, uh, we hebben, uh, ja, dat is naar aanleiding van Snowden. Toen kwam de discussie dat er al in de Eerste Kamer vooral... dat er uh, al zoveel data van ons allemaal verzameld worden, blijkbaar. Die hij kon lekken, hè, dat die, uh, anders had dat niet gekund. Dus daar kwam vraag, hoezo, wat is er dan allemaal bekend van ons burgers? En Snowden was? Ja, dat... Uh, Jullie, dat weet jij nou wel. Wie was Snowden, niet, dat was niet... Uh, Snowden was toch de eerste... Dat is niet die van Wikileaks, maar diegene die... Nee de documenten aan die kliks toegestuurd heeft, volgens mij... Hè. die werkte bij de geheime dienst. Ja, ja. Dat, okay. was net ja van Snowden. dat was Snowden. Ja, okay. ja, ja. Dat heeft opeens de bewustwording gecreëerd... van hé, hey, er worden al heel veel data van iedereen... Uh, uh, ook nog bewaard blijkbaar, want ze konden gelekt worden. Ze worden niet alleen verzameld. Is dat dan alleen zo in Amerika? Hoe zit dat? En de Eerste Kamer heeft toen aan Plasterk, destijds minister, gevraagd van wilt u dat laten onderzoeken door het Ratenhoe Instituut. Wat betekent het als we dan ook nog een Internet of Things krijgen? Als we nog sneller internet krijgen? Als je theeketel, uh, je uh, thermostaat, alles, data van jou gaat verzamelen. Die worden gekoppeld. Wat voor wereld leven we dan? En de Eerste Kamer voelde dat daar heel veel... Aan de hand zou zijn. Dus de onderzoeksvraag was? Kwam, uh, ja, eigenlijk wat is het effect van verdergaande digitalisering op het welzijn van mensen, zowel psychologisch, sociaal Interessant. Uh, Ja, dus ethisch. Eigenlijk had de Eerste Kamer al het gevoel van: dit gaat toch uh, heel diep ons leven uh, binnendringen. En die vraag hebben ze gesteld aan Plasterk, minister Plasterk. En die heeft dat aan ons uitbesteed. En wij hebben een aantal cases bekeken. Hoe zit dat met een zorgrobot? Wat verzamelt die van jou? Uh, hoe gaat de zorg daardoor veranderen? Maar ook welke achterkant zit daarachter? Wie, wat voor data worden er dan niet over jou verzameld? Wacht even, voor een zorgrobot moet ik dan denken aan Google Home? Of moet ik dan denken aan waar, waar moet ik dan een uh, chips Ja, of dat die, kan uh... een uh, fysieke pop zijn, zeg maar. Ja, okay. hè, die ook wel data van jou verzamelt. En misschien op je minst charmante momenten uh, vastlegt uh, hoe het is met uh, poepen en uh, ja. plassen en eten. Oké. Okay. En wat, ja, uh, wat gebeurt er met die data? Dus jullie hebben twee jaar dat bekeken? Een aantal cases bekeken die van in ontwikkeling zijn de technologie en op basis daarvan eigenlijk geconcludeerd dat het met Snowden begon. Over die data, maar het gaat helemaal niet alleen over die data. Het gaat over allerlei gegevens die van jou worden verzameld, die ook weer gecombineerd worden. En die data kunnen lekken en dat is privacygevoelig. Maar het gaat vooral over die profielen die er gemaakt worden. <laughs> en en dat, uh, dat, dat is dan als een soort advies richting politiek, het Plasterk gegaan. Ja. En, dat en, Aangeboden aan Plasterk en de Eerste Kamer is daar met hem over in gesprek gegaan. En dan? En de Tweede Kamer is ook met de minister in gesprek gegaan en heeft eigenlijk opgeroepen. Wij hadden vijf aandachtspunten. Eén was: ga veel meer samenwerken tussen de ministeries om die digitalisering in de vingers te krijgen. Want als je het over Uber hebt, heb je het over vervoer, maar je hebt het ook over data. Als je het over Airbnb hebt, heb je het over wonen, maar je hebt het ook over data. Ja. Als die ministeries daarover niet met elkaar praten, dan begrijpen ze deze fenomenen niet. Dus dat was een van de aanbevelingen. Eh, dan ga je eventjes terug naar die... die, naar die uh... ah, wacht even hoor. Zorgrobot, uh, alle data en uh, gecombineerd met open data, AI eroverheen. En dan, en dan is het advies, uh, uh, we moeten meer met elkaar praten. Nou, dat is één ding. Het ja. andere is onderzoek. Ja. Bijvoorbeeld, er loopt nu nog onderzoek naar algoritme. Daar is ook al onderzoek uitgezet over hoe de inzet van algoritme... eigenlijk onze grondrechten in Nederland schendt... of kan schenden als je het niet goed doet. Het gebruik van algoritme door de rechtbank. Daar heb je ook over in de kranten kunnen lezen. Daar heeft de overheid echt onderzoek naar laten doen. En daar zijn we nu beter geïnformeerd dan we waren twee jaar geleden. We, we is in dit geval de politie en de ministerie. <tie> En wij als krantenlezers ook, ja, maar mijn voor nog even: advocaat van de duivel, uh, uh, dat de grond, mijn grondwet <laughs> wordt aangetast, hè? Werd, werd genoemd. Jouw ja, grondrecht, ja. In hoeveel databases zit ik hier in, nou, honderden? Deks, mijn, mijn recht is toch al lang al geschonden. Je hebt aan de ene kant uh, de commerciële wereld waar die data worden verzameld, waar de overheid nu in eerste instantie veel mee bezig is, is ook de overheidswereld, dan gaat het over rechtbanken, maar het kan ook gaan over gemeenten en hoe die met jou omgaan, met uitkeringsinstanties. En daar, um, nou ja, daar is ook meer, hè. dat is makkelijker om te organiseren. Want wat ik me nou zou afvragen, Melanie, is, ik ken dat filmpje nog van, van dat Zuckerberg in het congres zit en dat hij vervolgens daar vragen kreeg van het congres en dat je bij iedere vraag die een, die een congresman zou stellen, dat hij dacht ja. Hoe ga ik wat, hier doe nou, ik hier? wat doe ik hier? Hoe ga ik hier antwoord op geven? Want dit is allemaal in de... Dit is toch helder? Heb je daar geen verstand van? Snap je het nou zelf niet? Zo, zo keek je echt bij al die vragen. Het is natuurlijk helemaal de hype geworden op, op, het, op het internet. De geeks vonden het allemaal fantastisch om dat bevestigd te zien. Want die politici... Ja, die hebben. Ja, je zegt het natuurlijk zelf ik Je hoeft geen expert te zijn. Maar die literacy, dat ze een beetje gevoel hebben erbij. Dat, is, dat beweest dat filmpje dan niet echt. Maak jij je daar zorgen over? Wij zien in Nederland dat uh, politici eigenlijk van alle partijen zich enorm aan het interesseren zijn. Dat heeft te maken ermee dat uh, nou ja, duidelijk wat de impact van technologie is. Maar ook wel door de nieuwe geopolitieke verhoudingen. We hebben wat te winnen als Europa als we het anders willen inrichten. Want we winnen het niet door een tweede uh, Google te bouwen. Dat wordt nu wel duidelijk. En we willen ook niet hetzelfde zijn als uh, China. Dus we zijn nu bezig over die Europese derde weg. En te beschermen wat wij hier beschermenswaardig vinden, dan gaat het over onze rechtsstaat en onze mensenrechten, onze grondrechten. En we zien dat alle partijen nu zien dat dat aan de orde is, dat dat belangrijk is. Of ze daarmee voldoende weten dat... Uh, ja, ik vind niet dat politici uh, de deskundigen hoeven te zijn, dat zei ik al. Ik vind dat ze de juiste vragen moeten stellen. En ze mogen echt de minister wel met huiswerk naar huis sturen. Van ga dat nu eens uitzoeken. En of dat dan toezicht op algoritme moet zijn door een accountantsverklaring of door een toezichthouder. Dat zijn allemaal uitvoeringskwesties. Hè. Dan lijkt me dat ze daar daarna weer over mogen spreken. Maar op dit moment is het belangrijk dat zij de urgentie aangeven. En dat doen ze. Je raadt nu een puntje waar ik al een vraag over had. Je zegt de Third Way Europa. Aan de ene kant hebben we natuurlijk China, die, die is ja, die wordt een soort van technologische security state. Dan heb je de Amerikaanse manier, daar weet ik niet genoeg af, maar misschien dat je er iets over kunt vertellen. En dan hebben we natuurlijk een opname gemaakt met uh, TNO een tijdje geleden over AI-net, de Nederlandse AI-strategie. En toen werd ook al gezegd: nou ja, Frankrijk heeft een AI-strategie en Duitsland heeft er eentje. Wij hebben er eentje een beetje in wording, maar het is er nog eigenlijk net niet. Hoe staan we ervoor? Hoe staat, hoe, wat, wat is typerend aan China, wat is typerend aan Amerika en wat is nou... Ja. Heb je het over Nederland of Europa? Ja, Europa en dan, dan graag Nederland. We zijn inderdaad in Europa, ik zat ook in die high-level group on AI, ja, wat, hoe het ook mogen heten, uh, bezig met een nieuwe strategie. Europa is een mum van tijd allerlei wetten aan het aannemen. Dat gaat over uh, Internet of Things. China wil graag de standaarden daarvoor bepa bepalen. Uh, maar Europa is daar nu ook standaarden voor aan het maken. Het gaat over cybersecurity. Hè, want we hebben heel veel in het digitale domein. Gaat uiteindelijk over misbruik kunnen maken van data. Dat hebben marktpartijen, maar uh, dat is ook zo misbruik dat uh, door uh, kwaadwillende landen uh, wordt gemaakt van onze data. Daar komt wetgeving over. En tevens gaat het om die technologische wetloop. En daar is Europa enigszins gemankeerd, want Europa mag wel uh, onderzoeksprogramma's centraal aanbieden, uitdenken, financiering voor verzinnen, maar is minder uh, bevoegd om het te hebben over innovaties. En daarom zie je dat al die landen in Europa toch weer ieder een eigen strategie gaan ontwikkelen. Dat is niet goed. Nee, dat is, maar we hebben natuurlijk dat altijd aan ons gehouden hè, als lidstaten. We wilden wel één markt zijn. We willen, zijn ook één onderzoeksruimte, noemen we dat dan. Maar we zijn niet één innovatieruimte. Maar als je, omdat je nou daar zegt, de stand, keuzes liggen. Standaard voor IoT, hè? De, maar zeg je dan ieder land gaat dat toch weer zelf doen? Of wordt dat toch een. Nee, die standaarden, dat wordt internationaal. Okay. Dat is Europese wetgeving. Wat is nou, dat typerend voor. AI in de VS. Wat, wat, wat is daar dan anders dan wat we Frankrijk, Nederland, Europa het, het doet? Nou, we hebben, ja, China gaat heel veel over surveillance. Hè? Ja. Dus het uh, kunnen toezien op burgers. China, dat is natuurlijk ook de geschiedenis van China met zoveel mensen op een, uh, een gebied uh, iedereen weten te voeden, iedereen in het gareel weten te krijgen. Dus hun geschiedenis zit vol met hoe zorgen we dat we uh, burgers opvoeden. Daar kan die technologie voor worden ingezet. Dan zie je ook dat de grootste AI-investeringen in China zitten, op die gezichtsherkenning en dat soort uh, technieken. Als we het over Amerika hebben, dan hebben we het natuurlijk over de grote bedrijven die daar uh, al een enorm marktaandeel hebben. En zoals jullie net ook zeiden, er steeds meer bij kunnen kopen. En de ruimte die er wordt geboden aan die bedrijven. Dus het uh, op heel veel punten afbreken van uh, de welvaartsstaat en uh, van de sociale voorzieningen. Um, en de uitvoering bijvoorbeeld van de bijstand uh, dat zou je kunnen automatiseren daar zijn voorbeelden van in de Verenigde Staten dus heel veel ruimte aan een mooi, bedrijven zo'n mooi boek hè dat is uh, van uh, hoe heet ze het uh, weapons of mass destruction De uh, yes. dat ik ook in de show notes neerzetten ja, en zetten. waar zie je dan dat Europa naar Tendeert, als je zo China beschrijft, Amerika. En ja, Europa heeft gedacht dat we zeg maar, die technologische innovaties vanuit het buitenland zouden kunnen laten ontwikkelen en dat, dat, dat wij die dan niet hoefden te ontwikkelen en dat een free lunch was. En pas veel later kwam het besef dat die data ook zo belangrijk zijn. Dus als het is niet alleen de kosten, het is niet alleen de financiële transacties, maar het zijn ook de data die daardoor naar uh, buiten Europa vloeien en waar uh, zelflerende algoritmes, uh, mee getraind worden. Dus wij missen hier dan ook die big data. Wat we wel zien in die high-level group is dat we zeggen het gaat niet meer, zo veel, niet meer zozeer om zoveel mogelijk data, want dan kun je natuurlijk allerlei gedrag en alles kun je monitoren en proberen te combineren en die profielen te maken. Maar in Europa zijn we toe uh, aan het gaan naar kwaliteitsdata. En wat wij hebben beschreven in Nederland ook, is dat je veel meer bijvoorbeeld met een ziekenhuis gaat samenwerken, met patiënten, met hun toestemming. Gaat kijken hoe zij met elkaar in gesprek zijn over hun ziekte. En op basis van die gesprekken, bijvoorbeeld, weer afleidt wat zijn nu de symptomen van die ziekte. En op die manier met wetenschappers, met artsen, juist weer: uh, het, de, wat je aanbiedt, is eigenlijk de dienst waarmee die patiënten kunnen praten met elkaar. En wat je. Oogst is wetenschappelijke inzichten en betere zorg. En dat financier je op een hele andere manier. Dat financier je dan bijvoorbeeld door onderzoeksgelden. Maar ook bijvoorbeeld door verzekeraars te laten aanhaken. Maar nou, nogmaals, zoals je zei, China is het controlerende orgaan op de miljarden hè, zijn het geloof ik inwoners. Hè? Amerika dat is het grote geld. En uh, 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 de, de afbraak van, hè? hoe zou jij dan de toekomst van Europa in dat? Drie machten spel beschrijven. Is dat meer... Uh, het, het welzijn van de. Maar, maar, ga je ja, gaan... wat we in Europa uh, proberen te doen, hè, is nu missie georiënteerd. Dus is eigenlijk de grote uitdagingen uh, van de wereld. Uh, de grote uitdagingen van Europa. Het voeden van de bevolking, uh, het verbeteren van de gezondheid. Uh, de milieuproblemen, uh, klimaat. Om die uh, problemen aan te pakken en daarvoor geld, mensen en die technologie in te zetten. En dat heet dan missie georiënteerd. Dus je wil een missie, je wil iets oplossen. Oh, dat klinkt al goed, vind ik. Dat vind je klinkt je natuurlijk ideaal. Het is alleen heel veel werk, want je moet dus al die hele verschillende partijen moet je bij elkaar brengen. En je hebt andere bronnen van financiering nodig dan dat je voortdurend mensen dingen aan het verkopen bent. Ja. Maar als we eens alles optellen wat we nu besteden aan zorg, of wat we besteden aan uitkeringen, of wat we besteden aan het milieu uh, gezond houden. Dan zou je die gelden dus ook op een andere manier kunnen inrichten. Maar ja. ook dat vraagt heel veel ja, samenwerkingscompetentie uh, en heel veel organisatie. Maar dat zou wel een positieve manier zijn om de kennis en de technologie die we hebben in te zetten. Geloof je erin dat dat gaat gebeuren? We zien de voorbeelden in Nederland en dat zijn de succesvolle voorbeelden, ook de duurzame voorbeelden. Maar het zijn wel, ja, wij noemen het uh, werken aan de robotsamenleving. Het vraagt wel veel. Hey, want als jij al die onderzoeken, uh, jouw mensen uh, onderzoeken doet. En waar, waar denk je dat we over, hoe ziet Europa en Nederland over 30, 40 jaar eruit? Ja, wij zeggen. Mag ook vijf wij, jaar. Ja, 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 over vijf jaar. Um, ik denk ons veel beter uh, bewust van de verworvenheden die we hebben. Ja. En uh, op welke manier ons dat onderscheidt. Ik denk nog steeds ook voor bedrijven is het feit dat Nederland een rechtsstaat heeft... is heel belangrijk om zich hier te vestigen. Ik denk de kwaliteit van leven in Europa is heel belangrijk voor bedrijven... om uh, hoogwaardig personeel te trekken. Maar we moeten ook blijven werken aan die kwaliteit van leven. Dus uh, dat moeten we ook beschermen. En het moeilijk is natuurlijk altijd onderscheid te maken tussen al die hele grappige, leuke toepassingen van technologie waar we ons mee amuseren. Of het nu gaat over Netflix, waardoor je maar lekker kan kijken wat je wil. En ook te bedenken, er is no free lunch. Uh, uiteindelijk moeten we ook duurzame uh, ja, producten ik... en diensten ontwikkelen. Nou, wat jij zo beschrijft, dat, uh, dat uh, gevoel heb ik ook. Want ik spreek uh, behoorlijk wat mensen uit Amerika. Ik uh, lees veel over China en, en ik uh, merk vooral de mensen in Amerika, die, die willen eigenlijk allemaal wel richting Europa. Uh, nou, eigenlijk van de dingen die jij echt allemaal zegt en uh, wat Europa ook, uh, de weg die wij in zijn geslagen. Dat geeft me een goed idee. Uh, het gaat wel wat langzaam. maar Ja, dat is dus de vraag die ik een beetje erbij heb. Dat had ik ook aan, uh, aan TNO destijds gevraagd. Gaat het niet, niet te langzaam? Want de technologische ontwikkelingen gaan echt ontzettend snel. Dat is, ik, ik hou het bijna niet meer bij. Um, de technische algoritme kant dan. En wij maar proberen een beetje met partijen samen te werken om te komen tot een AI-strategie of goede wetgeving of beschermingsprogramma's. Missen we de boot niet omdat we te langzaam zijn? Ja, ik, mijn vraag is dan altijd welke boot. Weet je, ook in de innovaties, uh, die, die dan wordt verondersteld door start-ups van een hele leuke nieuwe toepassing, een hele leuke nieuwe app voor iets. Ja, der, der, uh, ik denk dat uh, hoeveel daarvan slagen er? Duizend floppen er als er eentje slaagt. Dus ook dat is heel verkwistend. Dus dat, ook dat is heel veel. Leed, dat ligt dan misschien bij de individuele ondernemer die uh, zijn product niet uh, aan de man gebracht krijgt. Ook dat is heel ja. veel geld. Dus uh, ik, ik denk dat we ja, daar tuuk... anders over moeten gaan nadenken. Je hebt en, natuurlijk ook uh, de hype cycle, Jurjen. Dus uh, iedereen heeft het erover, niemand gebruikt het. En dan op een gegeven moment komt die en dan een paar jaar later zie je pas echt de toepassing. Ik denk dat je daar ook wel een beetje geluk bij hebt dat het allemaal niet zo snel gaat en met name de adoptie van. Hè. En nog heel even terug naar het individu hè, waar we het eerder over hadden. Hè. De, de overheid uh, richt zich steeds meer naar het individu. Hè. We hadden het daarover. Um, uh, ben je niet bang dat de mogelijkheden die IA geeft, hè, dus het, het geven van je data en problemen gaat geven bij dat individu? Hè? Want het, het, het opleidingsniveau moet natuurlijk wel van, van zodanig zijn dat je ook goed kan nadenken van als ik hier op deze knop druk, wat zijn dan de... Uh, implicaties daarvan? Ja, we hebben het, uh, ja wij noemen het technologisch burgerschap. Aan de ene kant mag je van het individu verwachten... dat hij zich interesseert voor dingen... Hè? Aan de andere kant weten we steeds beter dat individuen vaak niet in staat zijn voor hun data te zorgen. En dat staan keuzes te maken. En dat heeft niet met opleiding te maken. Ja, ik zal je het voorbeeld geven oh. van mijn vader, die een hippe bejaarde was, die altijd online zat, maar een hersenbloeding kreeg. Een herseninfarct, hij is nu uh, gerevalideerd, maar hij kan dat gewoon niet meer nee. zo op de computer zoals hij dat deed. En het interesseert hem, hij heeft er heel zijn leven in gewerkt. En uh, het is dus niet een kwestie van opleiden. Er zijn gewoon tijds, hè, tijdstippen in je leven dat je ja. dat niet in je eentje kan. Dus ik denk dat we dat realisme moeten gaan opbrengen, dat we allemaal zeggen dat we vrijheid willen, dat we zoveel mogelijk uh, zelf thuis willen wonen, alles zelf willen doen. Dat is een hele mooie waarde. En de andere waarde is zorg hebben voor elkaar. En die afweging, nou ja, daar, hè, daar kan je anders over denken. Maar daar heb je ook fasen in je leven waarin je daar wel en niet uh, toe in staat bent. En ik denk dat dat besef nu ook opkomt. Dus in hoeverre uh, heb je zeggenschap over je eigen data, maar kan je er ook verantwoordelijkheid voor nemen? En in hoeverre moet je ook beschermd worden tegen je eigen uh, ja, behoefte om het zelf te doen? Uh, en dat heeft te maken met cybersecurity. Dat heeft, maar het heeft ook te maken met kun je je eigen belang eigenlijk, kun je je eigen wel uh, vertegenwoordigen in sommige gevallen. En je hebt het over de politiek, hè? maar informeer je ook uh, organisaties als AFM en dat soort uh, uh, gespecialiseerde clubs? Ja, we uh, gaan niet altijd. Uh, ja, naar iedereen toe. Maar we weten wel dat zij uh, onze rapporten lezen. De ministeries uh, hebben ook goed gekeken naar de dingen die we hebben opgeschreven. We hebben wel bijvoorbeeld heel nauw samengewerkt met de burgemeesters in Nederland. Omdat we een hele beweging hadden naar de stad. Hè. De stad die steeds verantwoordelijker werd voor dingen. Weg van het uh, nationale politiek naar de lokale politiek. En dat betekent dat daar heel veel vraagstukken van uh, gaan we dit nou... Uh, Via een algoritme uh, beslissen over iemand zijn uitkering ja of nee, of over een bouwvergunning. Wanneer vinden we dat gerechtvaardigd? Uh, hoe transparant moet dat zijn? Die doen zich nu op dat niveau voor. Waar natuurlijk, je had net over de expertise van de landelijke politiek, je nog minder mag verwachten dat mensen gespecialiseerd zijn ja, in die onderwerpen. Dat is wel heel concreet. Hè? Je, je, je voelt een bouwvergunning in, je aanvraagt ervoor. Een mag een algoritme besluiten of je dan wel dat niet een. Een bouwvergunning mag krijgen. Ja. En dan moet, moet de lokale politiek, als ik je goed begrijp, moet daar een, een oordeel over vellen. Ja, dat wordt allemaal aangeboden, dat soort uh, producten. Ja. En dan is de vraag op grond van welke data wordt zo'n besluit genomen. Hè? Want één is het product, het andere is wat voer je in om tot dat besluit te komen. En uh, wel, hoe uh, schoon zijn die data en uh, hoe, uh, hè, ho hoezeer zijn die niet al alleen maar een uh, indicatie van het verleden? Nee, dat is altijd met data een probleem. Het is, gaat altijd over het verleden. Het gaat nooit over de toekomst. Ja, ik herinner me het gesprek met Peter Sloten. Je kunt de, de toekomst pas voorspellen als het, het verleden exact hetzelfde is als het, als het heden en de toekomst. Ja. En dan zit je zo'n gemeente op aan te kijken. Ja. ja. Want, want hoe gaat het? Zo'n case, daar heb je dus onderzoek naar gedaan. En nu? Zijn er richtlijnen gekomen? Zijn er daadwerkelijk uh, gezegd, dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen? Ja, dat is heel interessant, want de gemeente Eindhoven is een voorloper op dit gebied, heeft weer met Philips ook te maken, omdat uh, Philips technologie verkoopt, uh, maar ook inziet dat als je data weggeeft voor 15 jaar, kan er nooit meer, hè, gaat daar geen innovatie meer uh, plaatsvinden, want diegene is binnen. Uh, dus er was een incentive om uh, juist ook vanuit het oogpunt van innovatie burgers te beschermen om hun data niet weg te geven en de gemeente te beschermen om die data niet zomaar weg te geven. Dus dat is heel interessant. Zij hebben richtlijnen gemaakt samen met Amsterdam. Ze hebben daar binnen de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten weer werkgroepen over gevormd. En ze zijn weer in gesprek met binnenlandse zaken. Dus dan is de cirkel rond. Hè. Dat, uh, Den Haag probeerde dingen uh, neer te leggen lokaal. Maar lokaal zegt ook, ja maar als ik het nu ontwikkel en mijn buurgemeente doet dat niet dan worden we tegen elkaar uitgespeeld. Dat is toch wel belangrijk. Het is, dat is echt complex, hè? Met z'n allen hier aan werken. Ja, het is elke keer wel uitvinden. Dat is nog wel interessant. Want ik heb ja. nu uh, uh, ik heb even getweet met uh, Ger Baron. Mm -hmm. Jouw natuurlijk wel ja, bekend. Ja, dat, uh, ja, ja. Ja, jullie hadden een Wie is Ger? Ger Baron is de CTO van Amsterdam. Okay. Ja, Chief ja, Technology ja, ja. Officer van Amsterdam. En ik heb dus jullie hadden een tweetje gedaan. Mm -hmm. Amsterdam telt meer dan 800.000 inwoners. Ja. dat jaar al toeristen. Hoe zorg je ervoor dat deze mensen zich veilig kunnen begeven in het verkeer? Een oplossing is de inzet van data, maar dit roept vragen op. Dat was het jullie tweet. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, Ger reageerde. Heb je ook gekeken naar hoe we dit doen? En welke overwegingen we maken en welke niet? Um, en toen vroeg ik als dataloog, joh, ik zit toevallig aanstaande, aanstaande dinsdag bij het Raad. Nou, welke vraag kan ik nou aan jullie stellen vanuit de gemeente Amsterdam? En Ger reageerde. Uh, hij zegt, ik zie hun kanttekeningen, maar ben wel benieuwd uh, of er volgens hen wel een manier. Überhaupt is om tech in te zetten. Drukte op snelwegen, laat je ook zien. Dus waarom niet drukte in de stad? Wat zouden de randvoorwaarden moeten zijn? Misschien is het handig om eerst even de kanttekeningen te noemen van het onderzoek dat jullie gedaan hebben als je dat nog uh, nee, paraat Dit, dit uh, was eigenlijk inspringen op de krant omdat het precies is waar we wel onderzoek naar gedaan hebben. Dus we hebben we ook onderzoek gedaan naar smart cities. We hebben we eigenlijk gekeken naar uh, die effecten uh, waar we het eerder voor hadden. En die vinden natuurlijk uh, zie je die ook allemaal in de stad. Uh, en dan gaat het over of je als klant hè, als uh, wel uh, eerlijk wordt bejegend, als er allerlei reclame op je afkomt. Maar dat gaat ook over uh, als burger of je nog wel uh, goed geïnformeerd bent om uh, mee te beslissen in de stad. Het kan ook gaan over jouw keuzevrijheid als jij wordt geleid via een ander straatje. Uh, misschien had je wel een ander pad willen nemen. Ja, dat dat, dat nog... nutje van gebruikers. Hè? Van, ja. van, dus je, je ja. bent je bent toerist en je, je wordt een ander straatje ingenutst om dat beter, ja. Ja. Dat is beter voor de stad zelf, als het ware. Heb je daar een visie op? Ja, dat dat hebben we allemaal geschreven. Dat is, het document dat geschreven. is ook waar we met die burgemeesters over ja. in gesprek zijn geweest. En ook met uh, Gerberon. En Amsterdam heeft er een goed voorbeeld gegeven door daar richtlijnen over op te stellen. Bijvoorbeeld dat burgers daarover geïnformeerd moeten zijn als dat gebeurt. En als er experimenten worden gedaan, uh, dat burgers weten, nou in deze straat worden meer data verzameld, dan kunt u nog een straatje om. Goed hè, dit, dit, vind ik, dit, vind ik, dit vind ik dan wel echt een concreet voorbeeld van hoe ik zou willen dat het zou gaan. Niet zoals China zegt, we, gaan het, uh, we doen het gewoon. Amerika zegt, als we er geld mee verdienen, kunnen we het doen. Maar dit is dan die samenwerking, niet ook echt concreet. Maar ik loop door die stad hè, en ja. ik word een, een straatje ingeduwd waar Google uh, met alle winkeltjes een deal heeft gemaakt. En dan krijg ik van de overheid een richtlijn. Ga ik die lezen? De, jij gaat hem jij, lezen, ga, jij, jij loopt door. Nee, ik ga het niet straat. lezen, maar ik ga wel. Als er een wordt, joh, hier wordt uh, data verzameld om weet ik veel wat voor onderzoek te doen. Dan, maar waar zie je dat dan? Op je, op je iPhone? Of, of gebeurt dat al? Of niet? Of, of wel? De, een bordje? Ja, het, dat ja, is een, een bordje, fysiek en een ja. ja, Een fysiek bordje? Hier wordt verzameld. Nee, uh, Amsterdam. Ja. ja. Hier oh. verzamelen wij data. En dat bordje broek. is er al? Ja, dat hoor ik net, toch? Ja. Dat is toch mooi. Dat is toch hoe je het zou willen eigenlijk. Maar er is een bordje in een straat in Amsterdam waarop staat: hier wordt data verzameld. Ja. Geloof, dat geloof jij? Ja, dat geloof ik. Oh, oké. Okay. Ja. Wat leuk. Ja, goed hè? Ja, Iets ik heb een foto van dat bordje. Bij de arena. Ga ik, ga, ga ik doen? Ja, dat doet de haven. Ja, ook onderzoek bij het plein, de ja. plein. Ja. Ja. En wat goed. gebeurt daar? Um, wordt gekeken of je de, het, het plein aantrekkelijker kunt maken voor het winkelend personeel. Dat is een van de projecten die je op de HVA doen met data en met uh, je onze mag reclame klaarmaken. Ja, ja het, we doen het toch wel. Okay. Ja, en maar wat je bijvoorbeeld kan doen, waar hij aan refereert, want je laat de verkeersdruk te zien en je hoeft geen personen te laten zien. Dus dat is alweer winst. Dan laat je alleen de bewegingen zien. Zoveel mensen liepen hier en dan hoef je niet te zien wie dat waren. En je hoeft daar ook niet op te reageren door ze advertenties aan te bieden ze willen het ook bij de arena gaan doen dan is het voor veiligheid zodat ze bij de toppers niet mensen met mitrailleurs hoeven te staan want dat is niet helemaal in de sfeer maar ja kan dat en dat kan misschien als je daar ook weer toestemming voor vraagt en als je die beelden de dag daarna vernietigt dan denk je, oh wat een kapitaalvernietiging. Wat was zo interessant geweest om iedereen daar te bestuderen. Maar dat moet je dan doen. Dan moet je zeggen: dan ga ik daar ook niet om andere redenen gebruik van maken. We hebben nu een aantal onderwerpen genoemd. Hè. We hebben nu de zorg, heb je even genoemd. Je hebt nu genoemd de, de stad, hebben we nu over gehad. Smart cities, we hebben het over nou, een aantal dingen. Wat zijn nou de vijf dingen waarvan je zegt, nou daar zou Nederland wakker van moeten liggen? En, uh, wat, wat vijf? Ja, misschien wel honderd. Als er drie zijn, ik bedoel. Nou ja, of. Ik denk dat het er veel meer zijn, maar waar liggen jullie nou, waarvan, je, waarvan denk je echt, hier moeten we echt veel in? Ja, onderwijs is een onderwerp waar we niet uitgebreid onderzoek naar hebben gedaan. Daar doen wel heel veel mensen in Nederland onderzoek naar. En je ziet dat we natuurlijk met z'n allen heel veel geld besteden aan onderwijs en dat het dus ook heel lonend is om daar deze producten te willen verkopen. hoe uh, is AI in het onderwijs? Ja, en ook het monitoren van kinderen en ja. de prestaties van kinderen. En uh, daar moet je zo ontzettend voorzichtig mee zijn dat je kinderen niet vast uh, labelt. Al uh, van nou, dit kind had geen aandachtspannen en er zal wel dit en dat mee zijn. Of het kind scoorde toen het drie was, dit en dat op deze test. Uh, daar moet zo ontzettend voorzichtig mee gedaan worden. En dan geldt ook weer uh, het recht op menselijk contact. Op welke punten vind je dat er gewoon een docent of een mens aanwezig moet zijn. En welke. Welke punten maar, zeg je? Nou, dit is heel handig leermateriaal. Uh, gebruik dat, maar vooral ook omdat het, het die lagere scholen hebben niet veel mensen die met die techniek bezig zijn op school. Heel belangrijk is wat voor data wordt er nu verzameld van die kinderen en waar worden die bewaard? Hoe worden die gekoppeld? Je, twee dingen. Eén: zeg je nu dat het onderwijs tekortschiet op het gebied van digitalisering AI, of zeg je dat er heel voorzichtig omgegaan moet worden met de data die gegenereerd wordt door leerlingen? ja tweede, tweede tweede en er wordt ook heel veel gezegd het onderwijs schiet tekort ik moet zeggen dat het ook in het lage onderwijs ja bij ons kwam je weinig in aanraking met dit soort dingen, dus dat zou ook best wel meer kunnen. Maar ik denk daar in het algemeen dat het niet zo is dat kinderen nu met z'n allen heel goed moeten kunnen programmeren, maar wel met z'n allen heel goed moeten kunnen leuk. kritisch ik, nadenken. Ik heb met een, ja ik heet wel Jurjen. met een 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 docent, uh, nu rector geloof ik van een uh, HBO opleiding, uh, en we ooit eens gehad over we zouden kunnen voorspellen wie uh, welke studenten het eerste jaar niet halen? Hè? Wat een gigantisch bedrag is, wat je, ja. als je dat kan besparen. En inderdaad, konden we een algoritme ontwikkelen die gewoon aantoonde met deze probability: is. Maar het uh, is dus behoorlijk geld besparen, maar jij bent daar niet een voorstander van, begrijp ik. Nee, nooit. En zo'n digotoom denken. Hetzelfde geldt voor artsen, hè. die sturen ook uh, patiënten terug naar huis, omdat de meeste ziektes vanzelf overgaan. Maar het gaat nou net om te onderkennen wie is, hè, welke ziekte gaat niet vanzelf over. En dat, ik denk dat dat ook het werk van een docent is. Ik kan ook van mijlenver zien aankomen welke student uh, nou ja, uh, niet uh, de houding heeft. Is dat heeft. zo, Jerry? Ik uh, geef geen les in het eerste jaar. Oh. Maar ik zie na een aantal weken binnen de Mino Data Science wel van, nou, ik weet niet of jij dit wel gaat halen. Ja. Ja. Maar, maar dit was... De Punt één waar je wakker van ligt. Punt twee. Ja. ja, dat onderwijs vind ik echt iets waar, uh, waar we met z'n allen echt moeten gaan definiëren. Wat verwachten we nou van onderwijs. En dan pas kunnen zeggen, dit is de tech die we daarbij willen hebben. Ja, een ander groot ding, is, is zorg. Is uh, zorg, omdat het er heel veel geld in omgaat. Uh, omdat het ook met solidariteit te maken heeft. Uh, omdat je daar ook heel veel. Ja, geld kan stoppen in allerlei toepassingen die vaak niet evidence-based zijn. Dus je weet niet of het werkelijk beter is voor je, voor je om duizend stappen te zetten. Of misschien gewoon een avondje thuis te blijven bij oma, zoals een collega ooit zei. Dat kan ook heel goed zijn voor je gezondheid. Dus uh, in zorg is ook het domein waar je denk ik het allervoorzichtigst moet zijn en, met dit soort dingen. En daar heb je natuurlijk ook weer recht. Hè, als je kunt ook duizend zorgrobots neerzetten, maar je hebt ook weer recht op persoonlijk contact. Wat jij ook al zei net. Ja, ja, ik denk dat we dat hoog moeten houden. En dat we pas als we weten wat we verwachten van die zorg, weet je ook wat je wel kan automatiseren. Ik denk ook helemaal niet zo dat niets geautomatiseerd kan worden. Hè, of dat er nergens algoritmen toegepast kunnen worden. Maar we moeten die kritische processen identificeren. Waar kan het niet? En wanneer... Gebeurt het fatsoenlijk? En dan is er de minister die is daarover geïnformeerd door jullie, via de Kamer ook. En die kan dan ook zeggen: dit wil ik wel, dit wil ik niet. En ik ga nu richtlijnen uitdelen aan de ziekenhuizen. Moet ik het dan zo zien ongeveer? Nou, over die principes is, eh, is nu dat debat. En dan gaat het erom in die sectoren. En ik spreek bijvoorbeeld ook binnenkort weer op een hbo-opleiding. Dan gaat het echt wel om: de professionals in de sectoren die met elkaar in gesprek moeten gaan. Waar zit het nu wel en niet? En dat is nog een hele klus. Want die voelen zich vaak niet in staat om uh, over technologie na te denken. Ik wilde net vragen, dat wie heeft dan de hey, kennis? Nou, die kennis, weet je, over die robots. Maar de kennis van zorg of de kennis van onderwijs, ja. daar moet het over gaan. En op dit moment hebben we dat misschien te weinig benoemd. Wat is dan goede zorg? Ja. En als je dat weet, weet je ook wel wat je wil uitbesteden. Het derde punt. Uh, ja, we hebben het laatst over die uh, blockchain gehad. Uh, ik denk, daar kwam vooral eigenlijk die uh, internationale positie van de Rotterdamse haven kwam bij ons naar boven. Ik denk echt de geopolitiek uh, begrijpen. Um, maar dat zit dan niet zozeer voor, voor ons allemaal. Ik denk wel dat we het allemaal moeten begrijpen hè, wat er in de wereld gaande is. Maar dit is ook echt iets om voldoende kennis, juridische kennis af en toe uh, over patenten en over rechten te verzamelen in Nederland. Om um, ja, te begrijpen wat de belangen zijn van andere landen en wat ons eigen belang is. Maar ik had uh, verwacht uh, van jou dat op nummer 1... Privacy, security, c ja, ja, ja. ja, cybersecurity. Ja, uh, is het ook een, een daar lig je niet wakker van of toch een beetje? Ja, dat hoort bij die geopolitieke verhoudingen. Want ik denk dat die cybersecurity die is nooit absoluut. is. En uh, wat wij zeggen is: er is heel veel nodig en daar kan Nederland ook een rol in spelen in de diplomatieke verkeer. En er is heel veel nodig in het afspreken van standaarden waar je ook China en Amerika aan kunt houden. Dus uh, ja, sorry. Jij bent natuurlijk ook wel een heel interessant figuur voor de uh, intelligence afdelingen van allerlei. Hè? Want hier wordt toch een beetje bepaald uh, waar Nederland over moet nadenken. En, en waar de politiek uh, ook, ze uh, zeg je, de, worden wij nu. Uh, ik zie in ieder geval drie microfoons. Staan. Ja, ja maar dat zijn ja, niet van ons. <laughs> ja, nee, nee. Um, is het zo? Nou, het is moeilijk hè, om onderzoek te doen naar uh, veiligheid. Ja. Omdat er uh, veel mensen zijn betrokken, maar die uh, bieden ook het diensten aan. Dus die hebben ook nog een belang om hierover te adviseren. En die kunnen ook wel adviseren. Nou, we moeten heel veel meer dit of dat kopen in Nederland. Of mensen die een ander belang hebben, zeggen nee hoor, het is allemaal veilig. Dus het is heel moeilijk om um, naar die onderwerpen onderzoek te doen. Natuurlijk kan ook de minister en het ministerie en de diensten niet alles vertellen. Uh, dat is ook eigen aan dat onderwerp, maar het is daardoor, hè, door en die technische ontwikkelingen en die nou ja, belangen die daarmee gemoeid zijn, heel moeilijk om uh, op dit punt uh, nou ja, onderzoek te doen en te weten, eigenlijk een baan en werkelijkheid uh, van elkaar te scheiden. Goh, als ik zou jouw verhaal beluister de afgelopen minuten, dan de ben ik toch wel blij dat ik in Europa woon. En jij, Jurjen? Absoluut, ja, ja. Het gaat misschien wel langzamer, maar wel gedegen, ja. denk ik dan. We hebben zelfs een vraag, Lex. Vertel. Die komt, weet je van, 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 vanuit de HVA ja, van Simone Mazen komt die. En ik zal hem even inluiden. Nou, ik ben wel benieuwd. Want een van hun uh, onderwerpen waar ze onderzoek naar doen uh, deze jaren of vanaf dit jaar is uh, de digitale samenleving. En inderdaad, het verschil tussen offline en online vervaagt staat er op hun site. Die digitale technologieën veranderen dus ook de manier waarop we met elkaar omgaan. En mijn vraag is, wat is hun beeld van de AVG en de bijdrage die dat zou kunnen leveren? Een prettige digitale samenleving, want dat die er komt, dat, zal wel, dat, dat is wel zeker. Maar hoe richten we het nu zo in dat we met z'n allen over tien jaar zeggen van dat hebben we goed gedaan? Als het gaat specifiek over de AVG, dan is het goed dat we die in Europa hebben. Die AVG die verwijst naar alle Europese rechten van burgers. Dus het verwijst naar ons recht op expressie, autonomie. Uh, allemaal samengevat onder die noemer privacy. Met het idee dat privacy eigenlijk een bescherming uh, tegen het oog van anderen nodig is om je als mens te ontwikkelen. Dus dat is een heel filosofisch beeld eigenlijk van privacy. Maar ja, daar moet dus de AVG wel handen en voeten aan geven. En dan zie je al dat dat natuurlijk niet lukt met één autoriteit. Uh, maar het is goed dat we dit hebben. En ik denk dat die AVG zich zal doorontwikkelen om praktischer uh, te worden. En we hebben zelf, dat noemde ik al, daarbij nog aanvullende rechten gedefinieerd. Dat recht op menselijk contact. En uh, dat recht om niet gemonitord en gemeten te hoeven worden we hebben altijd een onderscheid gehad. Als ik op straat liep, dan wist ik wel dat mensen mij konden zien. En als ik thuis was, dan dacht ik dat ik daar niet bekeken werd. Dat is nu natuurlijk niet zo. We worden de hele tijd gemonitord uh, of we het willen of niet. Hè, soms willen we dat met een uh, stappenteller, soms niet. Dus ook die AVG zal moeten doorontwikkelen. Maar... Het andere punt dat hierover te maken is, is dat het nooit alleen een wet kan zijn. Dus we moeten ons bewust worden. En ik denk dat een arts zich bewust moet worden van het recht op menselijk contact. Ik denk dat bedrijven ook moeten gaan zeggen: Nou, ik, ga, uh, he, ik respecteer het recht om iemand niet te monitoren. Dan mis ik maar een paar data. Dan gaat het me niet meer om hoeveel data, maar om misschien kwaliteitsdata. Dat hebben we eerder gehoord, weet je nog? Ja, ja bij God Item. Ja, het ja Mooi hè, dat het weer terugkomt. Ja, kwaliteit van data. Ja, ja dus ik denk dat we ja, ook als hele samenleving, niet alleen die, uh, die richtlijn, uh, dit moeten gaan inzien dat dat een, uh, een belang is om dat vorm uh, nou ja, te gaan geven en niet alleen maar uh, moeten denken dat een autoriteit, zodra die ons aanspoort, uh, dat het dan gaat gebeuren, maar dat het ook al zonder die autoriteit persoonsgegevens moet gebeuren. Dus dat betekent toch meer uh, initiatief van het individu zelf. Nou, het individu kan natuurlijk ook een professionele organisatie zijn achter ja. zijn onderling. Of ja. uh, mensen bij de gemeente die te maken hebben met burgers, onderling. Of uh, het ja. hoeft niet altijd. Het kan ook in een organisatie cultuur zitten. Maar het kan ook in professionele standaarden terugkomen van allerlei ja. beroepsgroepen. Die dan toch bedenken. Nou, ik had eigenlijk wel een waarde. Ja. <laughs> Mijn beroep voor de klas staan, had toch wel een, uh, een belang. En uh, is niet hetzelfde als dat een kind uh, online zit te leren. Ja. Je mag weer een vraag doorstellen naar de volgende gast. En dat is iemand van Incentro, die gaat ons helemaal meenemen in de wereld van fairness van algoritmes en fairness van uitkomsten van algoritmes. Ja, wat ik zou willen vragen is: er was een beetje een uh, discussie uh, in de media. Kunnen accountants nou die algoritme controleren of niet? Ik denk dat is echt zo'n uitvoeringskwestie, want uiteindelijk is het ook wat willen we. Maar misschien dat jullie um, ja, mensen wat daarin kunnen gidsen. Want als we nu gaan doen alsof alles gecontroleerd moet worden uh, de hele tijd, dan zijn we veel te ver van huis. Want er zullen heus algoritmen zijn waarvan we allemaal prima vinden dat er beslissingen worden genomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de uh, snelheidsboetes waar de foto's worden gemaakt uh, en nou ja dan denk je van uh, hè, dat oké okay, ik heb daar te hard gereden ik betaal het en dan is het belangrijk dat je ergens terecht kan als dus je dacht van uh, daar was ik helemaal niet. Dus er moet wel een beroep, uh, een beroepsmogelijkheid zijn. Maar kunnen jullie daar iets van die uh, hype, hè? van het is of alles controleren of niks, wegnemen en zeggen, dit zijn nu die kritische uh, dingen waar je wel echt wil weten dat het algoritme fair is? Wat een mooie vraag. Die gaan we stellen aan, uh, aan de dame van Incentro. Helaas, de vraag ja. dat iedereen een opleiding kan volgen, AI, hè? is dat van de overheid? Komt mm. dat bij jullie vandaan als een soort opvoeding? Nou, wij, uh, onze rol is meer bewustwording en minder educatie. Ja, dus duidelijk. wij laten anderen vaak, uh, he, die taak ja. van educatie. En we zeggen ook vanuit dat technologisch burgerschap is het dingen weten. Dus echt kennis is maar één ding. Ja. Het gaat ook over uh, begrijpen dat je, ja, hm. dat je hulp mag vragen. Ja. En ook uh, begrijpen dat je mee mag praten over deze zaken in de politiek. Duidelijk. We gaan er weer uit, Lex. Dank je wel dat je ons met ons wilt spreken over het Raad en Nou en over jullie onderzoek. Lex, dank je wel. Ja, het, het goede uh... gevoel is Europa, ja, toch? Ja. heb dus, je dat niet? Ik ben heel blij dat we in Europa wonen. Ja, ja. Ja. Gaat het gaat goed komen. Ja. Misschien niet snel, maar het gaat wel goed komen. Bedankt voor het luisteren van deze Dataloog hier en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog Podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van De Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op de Dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!